Uh, Goedendag, ik ben Eddie Leppens. Uh, ik ben van België. We zijn nu in Socho voor een interview. Uh, ik ben getrouwd, heb drie kinderen, drie dochters. Uh, ik ben 53 jaar, uh, woon in België. Ik uh, uh, speel al 40 jaar biljart. Ik ja, ben ondertussen, denk ik, 25 jaar professional. Dus uh, ja, ik heb al uh, een hele carrière achter de rug, denk ik. En uh, nu speel ik in Korea, in de PBA. Uh, mijn vierde jaar. Dus uh, en, uh, ja, ik moet zeggen dat het hier uh, fantastisch is om, om te zijn. Dit is uh, voor mij het land van de biljart. En, uh, hoe het hier gegroeid is de laatste jaren. Dus uh, als professional is er geen betere plaats om te zijn dan in Korea, denk ik. Uh, we zijn hier in de studio in Socho, bij Kimchi. Uh, de Kimchi shop is eigenlijk uh, één verdieping lager en wij zijn nu in de studio van hen. We hebben hier een professionele studio. Voor video'sopnames, voor YouTube-filmpjes, uh, uh, voor fotoshoots. Uh, dus echt een, ja, een, een professionele studio eigenlijk voor, uh, voor uh, biljart-gerelateerde dingen te doen. Ja, ik ben begonnen met biljarten eigenlijk uh, in, een, in een kleine club in mijn dorp waar ik speelde. Allee, waar ik woonde. En mijn vader die was een, een biljarter, op hobby-niveau, laag niveau. En mijn, mijn Peter, mijn, mijn Peter ook. En het mooie van het verhaal was, van mijn vader mocht ik niet spelen. Ik was twaalf jaar oud en mijn vader had schrik dat ik het laken zou kapot doen. En uh, dus, maar mijn Peter, die wel uh, mij ook natuurlijk graag zag, die zei, ah, kom, we gaan toch wat biljarten. En van hem mocht ik dan wel. Ja, en zo heb ik dan de microop te pakken gekregen uh, in mijn eigen dorp, uh, in een klein cafeetje met twee kleine biljarts. En ja, dus uh, zo ben ik begonnen. Dat was uh, ja, dat is ondertussen 41 jaar geleden. Uh, mijn eerste stoten werden daar geleerd in die kleine club in lomond waar ik woonde. En, uh, toen hadden ze wel gezien dat ik wel wat talent had. En toen hebben ze mij eigenlijk uh, redelijk snel uh, in contact gebracht met iemand die les gaf. En dat was een, een militair, en vergeet het nooit, Bob Klin. En die mens had, uh, ja, die was echt wel uh, ja, militair, dus echt strikt. En uh, dus die zei ook van de houding moet zo en de keu moet zo vasthouden. Dus dat was echt wel, uh, dus eigenlijk een, een fantastische start. En, en zo heb ik eigenlijk leren biljarten en van jongs af aan eigenlijk begeleid geweest ook. Dus dat was, dat was wel plezant. Uh, ik heb uh, misschien uh, met hem drie jaar lessen gekregen. En dan ben ik uh, verder, hoger opgegaan, en dan uh, heb ik gaan lessen volgen bij Emile Waflaar. Iedereen wel bekend, denk ik, in de, in de, in de biljartwereld. Ja, en dan, dan uh, ja, natuurlijk, dan ben ik wel uh, snel op een hoger niveau gekomen. Uh, ik denk dat ik met hem toch wel. Uh, op, op drie jaar tijd, uh, ik denk dat ik uh, bijna 300 vrij spel op kleine tafel speelde. Dus eigenlijk uh, misschien een, een, een 15-moyenne zo ongeveer, op, op kleine tafel, 15, 20 gemiddeld. En toen ben ik verder gegaan. En, maar dat was ook een, een goede speler, die mensen. Die, die, die kon ook zo, ik denk dat die ook een 20, 25 gemiddeld speelde, maar die kon het heel goed uitleggen, heel goed uh, overbrengen. En, en, de basis vooral uh, goed uitleggen. Uh, ik heb Emiel eigenlijk leren kennen op een kampioenschap van de jeugd, waar dat Emiel Waflaar was komen kijken. En, en natuurlijk, ondertussen was ik aan al, al 300 vrijspel. Dus natuurlijk bij de betere jeugdspelers. En natuurlijk werd je van de Bond, kreeg je dan een, een pakketje. Met lessen aangeboden van misschien vijf of tien uren per jaar. Dus dat was niet veel, maar oké, okay, dat was een start. En zo ben ik in contact gekomen met Emiel. Maar dan heb ik met hem daarna nog veel privélessen genomen, omdat vijf of tien euro uren op een jaar is, is niks. Dus heb ik nog meerdere privélessen. Mijn vader heeft dan echt ook daarin geïnvesteerd voor, voor lessen gaan te volgen. En ja, met. Met het resultaat wat er nu is. Uh, ja, ik, ik, ik ben bij Emil begonnen. Ik heb ondertussen heb ik ook nog een paar lessen gekregen van Willy Wezenbeek, van Filip de Raas, die was Nationaal Monitor ook. Maar dan heb ik redelijk snel naar Emil geweest en Emiel ja, was Emil uh, als hij u graag had. Deed hij ook alles voor u. Maar Emiel was een, een lesgever die dat echt u bijna verplichtte: van, u gaf les, maar als je dan twee weken daarna of drie weken daarna terugkwam, moest je getraind hebben op die dingen. Je moet getraind hebben op die, die zaken. Dus hij was daar wel, uh, hij zegt: want anders steek ik mijn tijd er niet in. Dus ik, ik werd een beetje verplicht van daarop te trainen en, en op die manier heb ik dan ook echt wel en ik de, deed dat ook graag natuurlijk, dat biljarten heb ik mij ook echt over ingezet en mijn vader heeft een, thuis een biljart gezet bij mij thuis, een, een, een zaaltje bijgebouwd voor een biljart te plaatsen en zo heb ik dan ja, die lessen echt maar, ja, echt wel geoptimaliseerd, de lessen die ik kreeg en ik was ook leergierig ik wou ook alles weten van dat spel en ik wou ook alles uh, ja, kunnen van, van wat hij mij geleerd had, dus ik, ik was daar ook wel echt mee bezig. Uh, hoeveel jaar heb ik met Emile gewerkt? Ik denk, uh, meer dan tien jaar denk ik toch, dat ik uh, naar Emile Waflaar geweest ben. Dus tien jaar heb ik toch lessen gevolgd met hem, op regelmatige basis. Ja. Uh, wie was Emile Waflaar? Uh, Emile Waflaar was, was een persoon die enorm veel biljartkennis had. Die, die, die van zichzelf ook vond dat hij altijd gelijk had, <laughs> dat, dat hij alles wist van een biljart. Maar hij wist ook enorm veel, want ja, Waflaar was, was, was iemand die zei van uh, ik kan me nu de beste van de wereld maken en hij vond zichzelf ook de beste lesgever en, en ik kan daar wel in komen, want hij was ook fantastisch. Als je ziet welke spelers hij afgeleverd heeft, hij heeft onder, ondertussen Coudron gehad, hij heeft de Bakker gehad, hij heeft met Nice gewerkt, hij heeft met mij gewerkt. Dus ik denk ook dat je kunt zeggen dat dat internationale uh, topreferenties zijn. Maar uh, ja, Emile was uh, ja, een, 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 ja, een, een speciaal iemand uh, die dat da, ja, op een fantastische manier kon lesgeven, een fantastische manier kon overbrengen aan de spelers. Dus uh, als mens uh, ja, prachtig om met hem te werken vond ik het. Uh, ja, ik, heb, ik heb eigenlijk altijd uh, goed of niet goed, ik weet het niet. Maar de biljart kwam bij mij op de eerste plaats. Ik had al zoiets in mijn hoofd: van, ik wil, ik wil echt in die sport echt wel iets gaan bereiken. En uh, ik heb dus ja, die, die jonge jaren, ik ging nog naar school, maar ik was geen goede student. Ik, ik, uh, ik interesseerde mij ook niet. Ik was echt alleen gefocust op biljarten. En ik heb dan uh, metaalbewerking gedaan. Dus, uh, en ik ben begonnen ook in een metaalbedrijf als lasser. Dus ik ging, ik trainde vaak natuurlijk. Als ik thuis de vrije tijd was, altijd trainen. Uh, ik heb lasser geweest. En uh, dat heb ik misschien vijf, zes jaar gedaan, denk ik. En dan heb ik, uh, ja, ik begon fulltime. Maar doordat ik altijd... Uh, Moest gaan biljarten, meer en weer vrije tijd moest hebben voor internationale toernooien, had ik gevraagd daar vooral van 40 uur naar 30 uur te gaan. Dan van 30 uur uh, daar op dat bedrijf hebben ze gezegd: van ja, minder kunnen we niet meer geven, dus heb ik een andere job gezocht. Heb ik uh, iets gevonden? Dat was onderhoud in een school. Dus dat was eigenlijk uh, dat was van alles: dat was in de tuin werken, dat was verven. En dat werd dan, 25 uur kon ik daar werken, 25 uur op de duur. Ik kon niet meer genoeg verlofdagen hebben, werd dat 20 uur, heb ik nog 20 uur kunnen maken. En toen, ja op een gegeven moment, dat was nog niet genoeg, heb ik gezegd van ja, oké okay, nu moet ik een keuze maken. Of ik ga dan professional worden, of ik ga, ja ik moet iets doen, dit kan niet meer samen, dat werd ook te veel heb ik gestopt met werken, heb ik volledig als professional gegaan, heb ik wel bij mij thuis toen een biljartshop geopend, een winkeltje met uh, biljartartikelen, voor eigenlijk toch nog een klein beetje langs mijn biljart hebben, want op die, in die tijd als biljartprofessional, dat was ja, voor te overleven, voor... voor ik heb, no ik heb altijd een goed leven gehad als biljartprofessional, Maar dat was ook niet voor te zeggen: wauw, ik verdien daar zoveel geld mee, dat ik, dat ik daar uh, ja, echt een super goed leven van kan hebben. Dus, maar, maar ik heb altijd stap voor stap, heb ik altijd minder gaan werken voor professional te kunnen worden. Uh, ja, daar heb ik altijd duidelijk gemaakt dat Biljart op de eerste plaats kwam en uh, ja, ik heb uh, altijd gelukkig relaties gehad die dat begrepen en uh, die daar ook altijd achter gestaan hebben, dus uh, op dat gebied uh, mag ik niet klagen. Maar ik heb zelf ook wel voor mezelf de keuze gemaakt van Biljart komt op de eerste plaats. En, een vrouw, uh, natuurlijk, het is plezant en nodig en familie te hebben en... Uh, maar biljart kwam voor mij op de eerste plaats. Ja, ja ik, ik uh, probeerde wel altijd. Ik trainde altijd alleen. Ik wilde ook altijd alleen trainen thuis. En, en de dingen die Waflaar me leerde, ging ik echt op werken. En door de jaren heen. Uh, ik, ik speelde vroeger. Uh, speelde ik. Well, Hoeveel uren per dag? Ik, ik speelde toch minimum drie, drie uur per dag. Minimum. En ik, ik, ik trainde wel, wel heel veel. Ja, de, de, de kaderspelen, de vrijspel. Ik heb eigenlijk nog een mooie anekdote. Ik, ik, het was een kampioenschap van de juniors kwam eraan. Kampioenschap, vrijspel van de juniors. Ik was 19 jaar. En we speelden het kampioenschap van de juniors. En Johan Klaassen die speelde ook mee en Johan was ook een goede vriend van mij, dat ook een, was ook een goede kadrist en een vrijspelspeler en vrijdagavond school was gedaan wij hadden afgesproken na het school Johan Klaassen kwam naar mij thuis wij gingen ons voorbereiden op het kampioenschap van België vrijspel wij begonnen vrijdagavond om 6 uur s avond, te trainen tot 12 uur s'nachts hebben wij getraind, 6 uur aan een stuk, alleen wedstrijdjes vrij spel. Uh, naar 400 punten. En, uh, was, wij waren nog niet zo sterk op de billard, maar als de ballen in de Amerikaan waren, dat was dat was gedaan. Uh, de dag daarna, de zaterdag, hij bleef bij mij slapen, ontbeten, 10 uur morgens begonnen. En om 11 uur s'avonds, uh, alleen nog één matchje. Dus, hebben wij van 10 uur s morgens tot 12 uur s'avonds alleen vrij spel gespeeld. Hele dag vrij spel. De zondag hetzelfde terug begonnen om 10 uur s morgens. En gespeeld tot 7 uur s'avonds, want toen moest Johan terug naar huis. Dus dat was een voorbereiding voor een kampioenschap van België. En dat kampioenschap hebben Johan en ik waren we 1 en 2. We hebben de finale één beurt gelijk gespeeld. En ik had een moyenne van, naar nou, 300 punten was het kampioenschap bij de juniors. 187,5. En Johan had 178,5. En hij had ergens in een partij, ergens gemist. Uh, dus, uh, en, en die wedstrijd ook verloren op 287. Daarom dat ook het kleine verschil was in het moyenne. Maar dat was eigenlijk mijn voorbereiding voor een kampioenschap. Dus ik kon echt wel wel echt wel veel uren trainen en dan door de jaren heen heb ik eigenlijk altijd ook in de driebanden altijd alleen getraind ook naar kampioenschappen toe ja ik, ik en ik doe dat nu nog ik, ik probeer mij altijd goed voor te bereiden als er een kampioenschap komt en een, ja of een toernooi uh, gelijk waar ik, ik, ik speel graag ik ik uh, doe dat nog graag en, en ja training dat hoort erbij en het is voor mij geen opgave. Training is geen opgave. Ik doe dat graag. Dus, ja. Wat, als, ik, had, ik had niet echt een, een, een structuur. Ik speelde gewoon. Ik speelde gewoon. Uh, ja, ik probeerde eigenlijk hoge series te maken. En als ik iets verkeerd deed, leg ik de ballen terug en ik speel dat punt opnieuw. Dus ik, ik, ik probeerde wel de gemiste punten. Al moest ik die tien keer terugspelen, twintig keer terug, interesseerde me niet. Maar ik wilde dat hebben, zodat ik het wou. Dus echt, uh, ik, ik accepteerde van mezelf geen fouten. Ik wou die herstellen op die moment en of dat dan een grote serie uitkwam of niet, of dat ik tien keer miste, interesseerde me niet. Maar ik speelde wel voor eens op te bouwen, voor een serie te maken en iets missen op. Terugleggen. Ik, ik speelde nooit verder als ik gemist had. Ik legde altijd de ballen terug. Dus gemissen, ballen terug op dezelfde positie ongeveer en opnieuw spelen. Dat was eigenlijk mijn manier van trainen. Uh, de, de structuur van Waflaar in het kader, denk ik, was een beetje anders dan de, de, de andere grote kadristen. De andere grote kadristen waren eigenlijk meer gebaseerd op de perfectie, het perfecte tempo, het, 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 ja, de perfectie, de ballen echt sluiten. Waflaar niet. Waflaar had een constructie die eigenlijk meer gebaseerd was op uh, plaatsing van uw speelbal op de aankomstbal, op bal 3. Dus dat je eigenlijk altijd een plaatsing had een beetje open, dat de tempo minder belangrijk was. Dus hij zei, want je moet op een slechte dag, of op een moeilijke tafel die je niet voelt, die je het tempo, of de dag dat je het tempo niet voelt, moet je nog één woord kunnen spelen. Dus de constructie van het spel was anders. Je moest soms bij hem, of je mocht, een bal een beetje te traag of te hard gespeeld hebben. Er zat altijd bij hem hadden altijd een zone, een zone waar bal 2 in moest komen. Als die daarin lag, was het goed, want dan kreeg je daarna altijd een makkelijk punt. Dus, dus dat was een beetje de, de structuur van Waflaar. En, en ja, eigenlijk, en de, ik denk dat dat ook de reden is, ondanks dat we nu niet meer veel trainen, of, of in het kader niet meer trainen, als je me laat spelen, ik zal nog altijd een redelijk goed moyenne spelen, omdat de structuur van ons spel zo goed is. En dat is hetzelfde met Coudron. Als je hem ziet spelen, ja, dan zei hij: ja, die, die, die ballen liggen niet altijd op een, op een pakketje, maar hij mist niet. En hij heeft altijd makkelijke punten voor te spelen, omdat de structuur van zijn spel zo gemaakt is: door doorwaflaag. Dus uh, dat was een andere manier. Ik heb na Waflaar heb ik nog uh, lessen gaan volgen in het driebanden bij Stroobans. Paul Strobands wat een, een hele goede uh, driebander was, en, en, maar die het ook heel goed kon uitleggen en, en die ook een technische speler was. Wat eigenlijk wel paste bij mijn, bij mijn stijl, eigenlijk. Uh, want ik, ik denk dat ik het driebanden ook op een, op een technische manier speel. Minder met power en, en meer met kwaliteit en, en opplaatsing, tempo. Dus ik heb bij strobands heb ik nog lessen gevolgd achteraf. Uh, ja, zoals gezegd, ik ben begonnen op twaalf jaar. Uh, op, op drie jaar tijd uh, speelde ik dan al uh, toch al twintig gemiddeld op de kleine tafel. En dan uh, door meer en meer lessen te uh, volgen is dat eigenlijk allemaal toch redelijk snel gegaan. Want uh, ik denk drie jaar later, of, of drie jaar later, ik denk op 19 jaar, dat ik uh, in alle disciplines was, ik erenklasse, behalve drie banden. Drie banden was later gekomen. Dus in, in 47-2, 47-1, 71-2, bandstoten. Was ik allemaal ereklasser. Dus uh, op 19 jaar, dat was eigenlijk uh, best een snelle evolutie van, van 12 jaar beginnen, op 7 jaar tijd van 0 naar ereklasser. Dus dat was, was eigenlijk, oké, okay, ik was nog een kleine ereklasser, maar ik, ik was ereklasser en ik had de moyennes gespeeld in alle disciplines. Natuurlijk, dan door de tijd uh, ging het minder snel naar boven, want. Uh, Oké, 30 gemiddeld, maar dan voor dan van 30 naar 60, 70 gemiddeld kader te spelen, dat is nog een ander niveau. Maar oké, we hebben het geluk gehad, denk ik, dat wij Coudron hadden. Die heeft ons niveau mee omhoog getild. Want met Coudron verloor je altijd. En verliezen, dat doet niemand graag. Dus. Dat is ook de reden dat ik eigenlijk door de jaren heen eigenlijk altijd ben blijven mijn niveau naar boven brengen. En, en, en ik heb nog altijd de motivatie voor in de driebanden, bijvoorbeeld, nog altijd beter te worden. Dus uh, dat zal nooit veranderen. De dag dat ik dat niet meer heb, dan stop ik, denk ik. Ik wil altijd proberen blijven verbeteren. Ja. Uh. Ik heb eigenlijk weinig met anderen getraind. Met Johan Klaassen wel, maar met andere spelers heb ik eigenlijk weinig getraind. Dus uh, eigenlijk ontmoeten we elkaar alleen in de kampioenschappen. Maar als je ziet, uh, je, zoals je zegt, uh, Coudron, De Bakker, Nissen, uh, Klaassen, dat waren allemaal goede spelers. Dus je moest je wel goed voorbereiden voor... Voor zelfs niet laatste te zijn. Dus, als je, dus dat was zo, ja, dat was... Ja, maar, maar trainen samen, eigenlijk alleen met Johan Klaassen. Daar heb ik wel veel mee getraind. En, en die was eigenlijk eens raar, want die had eigenlijk een andere lesgever. Die, ja, die was niet bij Waflaar, dat was Tony Schrauwe. En ik ben nooit bij Tony Schrauwe geweest. Nisse was in de beginjaren ook bij Tony Schrauwe. En Nisse heeft de twee gecombineerd en, en Patrick die speelt wel perfecter als wij, maar dat komt een denk ik een beetje van Tony Schrouwen af. Dus, uh, en, en ja, Patrick is ook een, een hele fijne kadrist. maar echt veel trainen. Met Nisse heb ik wel een paar keer gaan trainen, maar ook niet veel, ook niet veel. Nou omdat Patrick niet zo ver van mij woonde, maar voor de rest uh, was het eigenlijk ieder individueel denk ik. Ik ben begonnen met driebanden. Uh, eigenlijk van jongs af aan heb ik dat altijd blijven spelen. Ik heb uh, denk op 16, 17 jaar begin ik, ben ik begonnen met driebanden te spelen, zelfs lagere klasse, een lager niveau, maar ik, ik voelde dat ik ook noodzaak had aan grote punten te kunnen oplossen in mijn kaderspel. Dat was. Niet direct mijn doel van als driebander uh, iets te doen, maar, maar ik wilde wel mijn kaderspel versterken door mijn driebanden ook mee mee te nemen. En daardoor dat ik eigenlijk ja, dat ook mee ontwikkeld heb. En, en ja, op den duur merk je ook dat, jammer genoeg, dat het in het kader als professional weinig toekomst is. Hè? Wat heel jammer is, want... want het kaderspel, het vrijspel is toch de basis van het biljarten. Maar er was jammer genoeg weinig toekomst in, professioneel gezien. En dat was in het driebanden wel. Dus dat is ook de reden dat ik dan door de, door de jaren heen meer en meer en meer me gaan toeleggen ben op het driebanden. Maar ik heb wel heel lang het kader blijven meespelen: altijd in de kampioenschappen, kampioenschappen van België, tot. Ja, tot ik naar de PBA kwam, heb ik eigenlijk alle kampioenschappen in België altijd mee blijven spelen. Dus ik, ik speelde dat nog graag, ik deed dat ook nog graag. Maar natuurlijk er kwam minder tijd voor me daarop voor te bereiden, omdat ik meer in het driebanden was. Ja. Uh, ik denk door veel te trainen. <laughs> dus ik heb er heel veel voor gedaan. En, en misschien ook omdat ik van jongs af aan. Het driebanden meegenomen heb. Ik ben niet uh, alleen kader gaan spelen tot mijn dertigste en dan overschakelen naar drie drieband. Want ik denk dat het dan moeilijk is voor die stap te zetten. Maar ik heb van jongs af aan, van mijn 15, 16 jaar, heb ik driebanden gespeeld. Dus ik heb dat spel ook mee ontwikkeld. Die, die lijnen mee ontwikkeld in mijn hoofd. Dus ik, ik ben daar. Ik denk dat dat de reden is dat ik, uh, dat ik daar. Samen heb mee ontwikkeld. En, en, maar zoals ik gezegd, heel veel trainen, heel veel voor gedaan. En, en, ja, dat niveau dat komt niet, komt niet vanuit de lucht. Hè. Daar moet, daar moet er iets voor doen, dat is, dat is de reden, denk ik. Hè. Heel veel trainen. Uh, ik heb geen problemen met de om te schakelen. Want ik heb in Blankenberge, speelden we de laatste jaren altijd de kaderdisciplines en het driebanden samen. en Dat was vandaag kader, morgen driebanden, dan terug kader. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik zei van, ja, ah, oh, nu mijn stoot is niet... Nee, ik heb... Ik vind het, het kader en het driebanden een andere concentratie. Het is een andere manier van concentreren. Maar ik heb in Blankenberge bijvoorbeeld, ik heb op een gegeven moment heb ik zes jaar achter mekaar finale gespeeld in de driebanden. Ja? Zeven jaar achter mekaar, want het zevende jaar heb ik gewonnen. Ja? Zes jaar achter mekaar finale in de driebanden en in de andere disciplines stond ik overal op het podium, was ik één, twee of drie. Ja? Samen met Coudron, met Nissen, met uh, De Bakker. Dus en telkens overal een hoog niveau gespeeld. Dus ik heb nooit geen problemen gehad voor om te schakelen. Ik, ik dacht dat Frederik, die me vroeger altijd zei, dat hij meer problemen had als hij kader gespeeld had voor over te schakelen naar de driebanden. Dat hij daar meer problemen mee had. Dus ik, ik, had, ik had soms de concentratie niet direct vast. Maar de stoot had ik geen problemen mee. Waarom, ja, euh, ik weet niet, het zat een beetje in onze cultuur vroeger, we ja, zijn altijd grote kampioenen geweest. Dat is begonnen met Vingerhoed, euh, euh, we hebben Vervest gehad, we hebben dan euh, Waflaar, Schrauwen, Keulemans, Dillis. Euh, ja, we hebben eigenlijk altijd euh, daarna Coudron, De Bakker, ja, de namen gekend uh, waarom hebben wij zo'n sterke generatie gehad? Ja, dat weet ik niet. Uh, ik denk dat we zelf goed begeleid geweest zijn. Door wij dan daarna altijd de lessen, waflaar denk ik, dat een, een grote impact gehad heeft in het ontwikkelen van de talenten die er in België waren. Ik denk dat dat een, een iets is waarom dat we eigenlijk. Zo'n sterke generatie gehad hebben. Maar waarom het vroeger zo al was. Want je hebt Keulemans-dealers die ja toch in die tijd boven de rest uitstaken. De dealers die ook fantastisch kader kon spelen. Dus, dus uh, ja, ik, ik heb er zelf geen verklaring voor waarom. Uh, ja, ik heb, uh, ik heb met een mental coach gewerkt. Uh, en... en een aantal jaren geleden was eigenlijk hoe dat gekomen is uh, eigenlijk mooi. Er was een klant die bij mij in de winkel kwam, iemand die kwam voor een reparatie van een keu en met hem een gesprek over de biljart gehad en, uh, en ik vertelde tegen hem ja het, het de biljart is toch mentaal is, is mentaal uh, en die, die antwoordde mij, die zei, ja, ja, ja. Maar, als hij wegging, zei hij van, ja, ik doe zo, mental trainingen en, uh, voor sporters. En, en hij zegt, hier is mijn adreskaartje, als je ooit interesse hebt, bel met me. Dus hij was weg, en ik begin daarover na te denken. En de dag daarna heb ik contact opgenomen met hem. Heb ik gebeld van: Ik ben toch wel geïnteresseerd om eens te luisteren hoe dat uh, werkt. En achteraf gezien heb ik zelf genoteerd dat, mentaal, dat ik niks van het mentale kende. Ik speelde puur op talent en op mijn karakter en, en mijn vechtersmentaliteit. Maar mentaal gezien. Kende ik niks. Dus ik heb met hem een aantal jaren gewerkt en dat is ondertussen een goede vriend geworden. En wij hebben nog regelmatig contact en, en uh, ik heb ook beslist nu van, want mentaal is, een, is, een, is, een, is het zo belangrijk in deze sport, vooral ook in de driebanden. Want in, in het kader, ja, ook natuurlijk, maar je moet het denken kunnen uitsluiten en, en dat is. Zo moeilijk in onze sport, want je hebt zoveel tijd voor te denken als je op je stoel zit. En, en ja, de kunst van het mentale, denk ik, is van je moogt wedstrijden verliezen op de biljart, maar niet op uw stoel. En dat is belangrijk, denk ik. En, en die heeft me wel geholpen daarmee. En ik weet dat ik nog niet perfect ben. Niemand zal daarin perfect zijn, want iedereen is mentaal sterk. Als, als hij goed speelt, als je jezelf voelt van, ik heb vertrouwen in mezelf, ik voel de tafel goed, ik voel me goed, mijn concentratie is goed, dan is iedereen mentaal sterk. Maar je moet mentaal sterk zijn in de zwakke momenten. Als je niet goed speelt, dan moet je mentaal sterk zijn. En dat is moeilijk. Dat is het moeilijkste wat er is. En daar kan ik ook nog stappen in zetten. En ik heb ook tegen mezelf gezegd, nu. Na dit kampioenschap ik ga, als ik uh, vrijdag in België ben, bel ik zaterdag hem op voor terug af te spreken voor opnieuw alles nog eens opnieuw te, op te frissen en opnieuw mij mentaal voor te bereiden op volgend jaar. Uh, ik heb uh, Ik heb eigenlijk weinig grote internationale kampioenschappen gewonnen. Uh, wat is daar de reden van? Misschien het mentale, maar ik heb ook gespeeld in het tijdperk van Coudron. Coudron is, uh, als je tegen Coudron wil winnen, uh, je weet het zelf ook, dan moet je uh, goed zijn. Je moet uh, goed zijn op de tafel en hier ook. En ik heb uh, veel verloren van hem. En dat heeft me ook sterker gemaakt op de biljaard. Maar ik heb mijn, mijn successen, doordat ik mental trainingen ga volgen, zijn. Heb ik zelf in mijn eigen meer gaan geloven. En heb ik ook het wereldkampioenschap, drie baan individueel. Heb ik vier keer in de halve finale geweest. Ene keer in de finale tegen Sanchez. En ik heb die finale verloren tegen Sanchez. Maar dat was wel een. een een mentale voorbereiding voor dat kampioenschap. Ik was op voorhand bijna zeker dat ik finale ging spelen. Klinkt heel gek, maar mijn mental coach en wij hadden daar echt naartoe gewerkt. Naar het kampioenschap. En de finale heb ik, heb ik niet verloren tegen Sanchez, maar Sanchez heeft gewonnen. Dat is een groot verschil. Ik heb het niet laten liggen. Sanchez heeft gewoon, ik heb 2-0 voorgestaan, Sanchez wint 3-2 in sets. De laatste drie sets speelt Sanchez drie Moyenne. Daar kan ik er niks aan doen. Hij speelde perfect. Ik heb geen fouten gemaakt. Was zijn nog mentale successen van mij. Het kampioenschap van België drie banden. Zes jaar finale gespeeld. De zevende keer was het, was het eindelijk Werd ik kampioen van België. Waar ik zelf de, de beste geklopt heb. Ik heb de beker van België gewonnen. Allemaal in dezelfde jaar. En dat waren. De, ja, dat was gewoon het succes van met die mental coach te werken. Want als ik dat alleen had moeten doen, ik denk niet dat ik dat gekunnen had. Ik ben nu stap voor stap, en ik heb vorig jaar dan ook een PWA-toernooi gewonnen, puur omdat ik mentaal klaar was om te winnen. En, en dat is het grote verschil, denk ik. Dus uh, ja, na dit kampioenschap ga ik terug... Uh, ga ik terug contact opnemen met uh, met uh, mijn mental coach, want ik vind dat, dat je dat je eigenlijk in onze sport, als een kleine sport aanzien wordt, dat het mentale gedeelte enorm belangrijk is. En, en dat wordt onderschat, denk ik. Er wordt niet genoeg aandacht aan aangegeven. En ja, door door het mentale zo te werken, ga je toch grotere successen kunnen halen. En, en het is jammer dat, dat de mensen dat eigenlijk niet zien uh, in onze sport, dat dat zo belangrijk is. En, maar uh, ja, daar, uh, daar moet toch. Allee, ik ga er terug aan werken sowieso. En ik weet dat het mij ook grotere successen zal opleveren. Terug. Ik ben. 15 keer kampioen van België in verschillende disciplines. Uh, ik, heb, uh, een, ik ben Europees kampioen, uh, drie banden voor teams, samen met Eddy Merckx. Uh, ik heb uh, het wereldkampioenschap heb ik uh, finale gespeeld, individueel. Uh, ik ben Europees kampioen 47-2. Ik, uh... En dan vorig jaar heb ik uh, PBA-toernooi gewonnen en, en, ja, dus, en heel veel medailles ook uh, internationaal gehaald in, in de verschillende kaderdisciplines en, en, en in België nog heel veel uh, ereplaatsen, uh, tweede. Ik, ik kan me niet herinneren hoeveel keer dat ik tweede geweest ben in België, maar veel te veel. Maar... Achter Coudron is het geen schande, maar ik denk dat ik uh, toch een, een mooi palmares bij elkaar gespeeld heb. Maar dat wil niet zeggen dat het al moet stoppen, want ik, ik wil er nog iets aan toevoegen. Ja. Uh, mijn beste partijen in, uh, uh, in het vrijspel, mijn beste moyen is 287 in het kader, goh, in het 47-2, ik weet, ik, ik weet niet meer juist, welk moyenne dat het was, maar ik heb, er waren voorwedstrijden, voor het Europees Kampioenschap Teams, in Praag, en daar heb ik twee partijen, in. er waren drie partijen, 250 punten, twee maal één beurt, en twee beurten. Dus ik, ik ik, ik zal het terug moeten natellen. Ik ben er ook niet zo mee bezig. Uh, in het bandstoten denk ik dat ik eens uh, 15 moyenne gespeeld heb. In uh, het kader 47-1 mijn beste prestatie was uh, 50 moyenne. En dat was in het jaar 50 moyenne 47-1 is denk ik best hoog. En dat was in het jaar dat Frederik 111 gemiddeld speelde. Niemand sprak over mijn moyenne, want ik speelde maar de helft van Coudron, maar ik denk als je internationaal bekijkt, 50-moyenne-47-1 is... Uh, zijn er... Ik denk dat je geen twee handen nodig hebt voor de mensen te tellen die dat gespeeld hebben. Uh, dan uh, in het driebanden, uh, mijn beste toernooi gemiddelde was... Uh, 2,3 in, in, uh, in een World Cup in Medellin. Uh, mijn beste partij in de drie banden was uh, 40 in 7 beurten, 50 in 10 beurten. Mijn hoogste reeks in de drie banden is twee maal heb ik 25 gemaakt. En nog een 23, 22, 21, 20. Ja, alles naar beneden heb ik gemaakt. Dus uh, ja, en, en ja, in het, het drieband. Ik heb nog een mooi toernooi gespeeld: driebanden. Ik heb verschillende toernooien gespeeld, boven de twee gemiddeld, algemeen. Maar uh, ik heb nog een mooi toernooi in New York. Dat waren enorm veel partijen in New York in de kermcafé. En daar heb ik toch. Uh, op denk ik 15 wedstrijden speelde ik een moyenne van 2,1 algemeen gemiddelde. En ik was niet door de groep. De laatste wedstrijd verloor ik toen voor met de plaatsen tegen Raymond Keulemans. <laughs> dat was eigenlijk nog een, een straf, een strafdingen. Ik had echt goed gespeeld, maar dat is ook een, waarschijnlijk een mentale kwestie geweest, denk ik heb ik uh, 15 moyenne gehaald, 15. ja. Dus. Uh, ik heb er verschillende, maar, maar misschien mijn mooiste souvenir was toch mijn eerste titel in het driebanden. Uh, Belgisch kampioen in het driebanden. Omdat ik Zes jaar na, elkaar de, of zeven jaar na elkaar de finale speelde En telkens verloren had. En de finale was telkens, Coudron, Merks, Fortom. Een van de drie. En ik verloor ze allemaal. Sommigen met heel goed te spelen. Eén keer met penalty's. Maar dan heb ik het zevende jaar heb ik finale gespeeld. En dan win ik de finale in 16 beurten. Tegen Merks. En ook hier. Klaar. Voor te winnen. En dat denk ik dat mijn mooiste souvenir geweest is, samen met vorig jaar het PBA-toernooi dat ik gewonnen heb hier, in de finale tegen Chojo, die nu afgelopen weekend wereldkampioen geworden is. En in de finale speel ik tegen hem op zeven sets, speel ik 2,4 gemiddeld. Dus dat zijn toch wel mooie herinneringen. Mijn souvenir <laughs> uh, hmm. Ja, ik, ik, ik ben ook... Ik ben ook echt een, een teamspeler. Dus ik, ik in een team... Als ik mijn team iets niet, niet bereik, dan ben ik eigenlijk soms meer ontgoocheld dan individueel. En... Uh, dit jaar voor... Uh, is dat mijn ergste ontgoocheling? Ik weet het niet. Ik, ik heb, ik, gelukkig onthoud ik niet de ergste dingen. Ik kan heel snel vergeten, gelukkig. Maar uh, like dit jaar, ik vond dat wij een, een, een heel goed team hebben in, in de team League hier in, in Korea. En we, ze hebben ons niet kunnen plaatsen voor de playoffs. En dat, dat is voor mij een grote ontgoocheling. omdat we in een team met Kang dong woong Go spelen ik eh, best Hida. We hebben echt wel een, een heel goed team, en we hebben ons niet kunnen plaatsen voor de, voor de playoffs. En dat vind ik, dat doet mij pijn zo van die dingen. Dat doet mij pijn. Ja, uh, ja ik, ik denk daar wel aan, want ik, ik vind dat eigenlijk jammer dat dat door de Europese of Wereldbond zo weinig gepromoot wordt. En uh, ja, jullie hebben eigenlijk wat kampioenschappen. Eén keer per jaar hebben jullie een kampioenschap. Uh, het is eigenlijk, nu zetten ze nog alles op, op één datum. Ik vind dat erg, dat er aan de basis van het biljarten dat er niet aan gewerkt wordt. Zelf Speel ik het weinig of niet meer, omdat ik ja, er geen tijd voor heb en het kan het ook niet combineren met hier. Maar ik, ik doe het nog heel graag en ik vind het ook. Maar er is. Ah, jammer dat er, dat er zo weinig toekomst is. Maar ik, ik, ik denk er nog wel aan en ik vind dat het de plicht is van de bonden om daar meer aan, aan te doen. En, en het spel is zo mooi en zo moeilijk. En de, uh... Ja, daar wordt niet over nagedacht, jammer genoeg. Hm. Ik denk wel dat het gaat overleven, uh, sowieso. Want het blijft toch de basis van, van, van het biljardspel. Maar uh, het zal, denk ik wel overleven in Europa. En, uh, maar als je ziet, ook in de Aziatische landen. Er ja, wordt eigenlijk alleen maar drie banden gespeeld. Dus, 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 ja, hier zal het moeilijk, moeilijk van de grond komen, denk ik. En, en, maar in Europa denk ik wel dat het zal, zal blijven bestaan. Het zou de plicht zijn van de bonden voor dat te respecteren en te, te organiseren en te blijven organiseren. Ja. Heel graag. En als ik de kans zou hebben, zou ik ook nog mee willen spelen. Want ik doe dat nog graag. Ik doe dat enorm graag. Het trainen vind ik moeilijker. Maar het spelen doe ik nog enorm graag. En als er een kampioenschap zou organiseren en ze zouden mij vragen: zouden ze willen meespelen, zou ik direct ja zeggen. Want. ik, ik uh... Ik hoop dat ze dat nog ooit terug gaan doen, of een kampioenschap pentathlon of zo. Dat is, dat, dat is toch het mooiste wat er is, van, van alle disciplines. Uh, uh, dat, dat zal ik ik zou mij direct kandidaat stellen voor, voor mee te spelen. Ja. Ja, de, de PBA is... Uh, d, wat, wat, heb, wat heeft de PBA gedaan? Ze hebben hier een professioneel... Uh, uh, een managementbureau heeft eigenlijk uh, spelers gecontracteerd uh, voor, ja, een, een, voor bepaalde toernooien te komen spelen. Hier in Korea is onze sport enorm populair. En PBA wil dat onze sport echt professioneel wordt. Zij hebben dit gaan doen. Op een iets andere basis, door het spel een beetje te veranderen door uh, voor een losse band twee, banden, uh, twee punten te geven, bijvoorbeeld. Door een andere formatie te creëren voor de startpositie, voor de Akid. Uh, en ja, ik vind dat een, een goede evolutie dat ze gedaan hebben. Maar als je ziet hoe de PWA hier geëvolueerd is in vier jaar tijd, van nul naar. Dit. Het eerste jaar hebben we alleen toernooien gespeeld. Dan hebben ze geno genoteerd dat het moeilijk was voor sponsors aan te trekken, voor spelers individueel, alleen. Ja. Dan hebben ze een league competitie opgericht, waar ze eigenlijk grote bedrijven uh, hebben gevonden... Buiten de biljartindustrie, wat ik enorm belangrijk vind. Grote sponsors gevonden, die eigenlijk die spelers onder contract nemen voor in een team te spelen. Dus alles live op tv, alle wedstrijden, elke seconde komt live op tv van begin tot einde. Uh, dat werkt enorm. Dat zijn korte setjes, als je het biljart. Gedeelte bekijkt. Als speler willen we allemaal dat we naar lange afstand spelen en naar 50 punten spelen en dat de beste kan winnen. Maar hier bekijken ze het op een andere manier: op een manier hoe de sponsors het aantrekkelijk vinden, hoe het publiek het aantrekkelijk vindt en hoe TV het aantrekkelijk vindt. En dat hebben ze gedaan met korte wedstrijdjes te spelen, één setje naar elf. De dames een setje naar negen. Uh, gecombineerd met de dames ook. En eigenlijk een, een, een fantastische evolutie die ze gedaan hebben door die Team Waardoor dat momenteel alle spelers die in de Team League spelen, die hebben een contract. Die hebben een profcontract. Ook de dames. Dus dat wil zeggen dat er momenteel een 50-60 spelers zijn. Die dat een contract hebben en die daar ook een individuele sponsor hebben die goed betaalt. Dus ik denk dat de, de PWA een fantastische evolutie gedaan heeft. Ook als je kijkt nu dat we geëvolueerd zijn hier in Korea van hè, uh, tv naar... Het biljart was hier al wel populair op tv door ook de umb toernooi daarvoor. Maar nu is de PWA tv-sport nummer twee in Korea. Dus ik denk dat je dan kunt spreken dat, dat de evolutie van onze sport hier in Korea en, de, en het werk van PWA uh, fantastisch is. Als je ziet welke toernooien dat ze organiseren, hoe ze de toernooien organiseren op een professionele basis. Ja, ik denk dat dat uh, fantastisch is en dat dat alleen maar kan groeien nog. En als ik dan hoor dat die bedrijven zeggen, ah, de biljart is eigenlijk een redelijk goedkope sport om te sponsoren, dan denk ik dat er nog veel potentieel is. Als die, als die bedrijven zien ook welke return ze krijgen, want er zijn ook grote bedrijven die daar ook andere sporten sponsoren, bijvoorbeeld golf of maar in het billiard, hè, heb je constante reclame van de speler, hè, van de, de, de reclame op de speler zelf. Uh, op de, achter de speler, de boarding, dus die krijgen heel veel in return en heel veel tv-uren. Vorig jaar hebben we 2600 uren live tv gehad met een biljart in Korea. Ja, dat, dat zijn gigantische aantallen. En dat gaat alleen nog maar groeien. En er komen misschien nog een aantal nieuwe teams bij. Dus ja, het, het blijft groeien omdat ze ook nieuwe sponsors vinden. Dus ik denk dat uh, PWA een, een goed werk geleverd heeft. En uh, op een goede manier bezig is voor onze sport echt professioneel te maken. Uh, ik ben hier gekomen door... Ik was... Uh, een, een, in contact met Kimchi ook. En uh, Kimchi was mede basislegger van het PBA-circuit. Dus ik had een, een heel goed contact met de mensen van Kimchi. En ze, ik weet dat er voordat de PBA gestart is, hebben zij mensen naar Europese of toernooien gestuurd voor te komen observeren hoe de biljart in zijn werk zat, hoe de toernooien georganiseerd werden. En die mensen waren dan hier ook bevriend met Kimchi, die hebben mij daarover aangesproken. Zo is dat contact gekomen en dan hebben ze, als ze de PWA gestart hebben, hebben ze mij ook gevraagd of ik geïnteresseerd was om in de PWA te komen spelen. Natuurlijk, dat is een, een, een beslissing die je dan moet nemen. Ik had ook een, een bepaalde zekerheid in de UMB. Uh, zekerheid. Ik bedoel, ik stond toch uh, nummer 16 op de ranking, op de wereldranking, 15 of 16. Net niet genoeg voor beschermd te zijn, maar, maar uh, zit er dan kort tegenaan. Maar ja, dan moet je een beslissing gaan nemen. En, en ja, ik denk dat ik voor mezelf een hele goede beslissing genomen heb door. Hier in de PBA te komen spelen. En, en uh, ja, een, een, omdat ik ook een beetje zag dat het systeem dat in de UMB gebruikt wordt, de topspelers te veel beschermd zijn. Ze en starten enkel bij de 32. De ranking is zo gebaseerd. Dat er heel veel punten toegekend worden voor het nationale kampioenschap, voor de continentale kampioenschappen. Ze hebben dat nu veranderd. En als je ook ziet, de reden dat de veel jonge talenten, Europese talenten, Chapak, Spanjaarden, Zapata, Martinez, Palazon, zijn toch denk ik talenten, dat die naar de PWA gekomen zijn, omdat die ook. Zagen dat het in de UMB moeilijk is om in die top 14 te geraken. Eén, door zijn sterke spelers. Maar twee, omdat ze zo beschermd zijn. Hier in de PWA is iedereen van nummer 1 tot nummer 128 die speelt de eerste ronde. Dus niemand is beschermd. Je wordt beschermd door de laatste tien toernooien die je gespeeld hebt, Je je een bepaalde ranking opgebouwd en kan ik bijvoorbeeld niet tegen Frederik de eerste ronde spelen, omdat wij, hij is nummer 1, ik ben nummer 8 of 9, dus wij kunnen elkaar niet tegenkomen voor de kwartfinale. Maar uh, iedereen speelt wel van de eerste ronde en daar vind ik een fair systeem. Je moet iedere keer bewijzen dat je bij de top behoort. En in de UMB zijn ze altijd in de laatste 32. En ze zijn te veel beschermd, dat is de reden denk ik dat het, vind ik, op een eerlijke manier verloopt hier dan, dan in de PWA. Dus, uh, voilà, dat is een beetje mijn visie op het, op het verhaal, ja. uh, ik, uh, ik ben denk ik tijdens het seizoen, uh, op de acht maanden, twee keer naar, of drie keer naar huis geweest. Uh, dat is niet veel. Maar ja, mm, ik heb een appartement hier dat ik ook van de sponsor aangeboden gekregen heb. Ik heb een auto die ik van de sponsor, onze sponsor is SK SK Rentacar, dus daar is een teamcar en die ik mag gebruiken. Dus dat is ja, natuurlijk voor mij een, een grote hulp, dus dat helpt ook wel voor langer hier te blijven. Maar... Uh, Mocht het niet zo zijn, dan zou ik ook een auto kopen hier, denk ik, en, en een appartement huren, dat ik niet constant op hotel moet. Uh, hoe het zit ook, uh, ja, familiaal, hè? mijn familie is ook thuis, dus uh, gelukkig heb ik mijn kinderen, die zijn ook al wat groter. Ze begrijpen de situatie, ze weten ook waarom ik hier ben. En ja, ik zie het zo als professional. Wij zijn dat niet zo gewoon in de biljartwereld. Wij, wij, wij denken nog als een kleine sport. En, uh, de, en we zijn ook niet een supergrote sport. Maar als je als professional, als volleyballer of basketballer of voetballer in een ander land een contract tekent. Dan moet je daar bijna gaan wonen. En dat is niet voor iedereen makkelijk. Voor sommigen die kinderen hebben of jongere kinderen hebben, of die zeggen, ik kan niet zo lang van huis. Ik respecteer iedereen zijn beslissing. En, en, maar voor mij, ik, ik denk zo van, als ik ergens in een land een contract teken waar ik als professional wil gaan spelen, dan zijn de consequenties dat ik ook daar moet gaan wonen. En ik heb daar geen problemen mee. Ik zie het op die manier. En, en, ja, ik, ik verblijf hier. Ik ben nu vier maanden hier, maar ik heb daar geen problemen mee. Ik voel me hier geweldig. Er is voor mij geen, geen beter land waar je kan zijn als professional dan in Korea. Dus uh, ik voel me gelukkig hier en uh, ik vind het fantastisch. Ja, waarom niet? Ik, ik, ik... Dat is alleen maar goed voor de billard denk ik, als er een akkoord zal komen. En, en pff, ik, ik hoop dat wij nog, nog ooit te samen uh, kunnen spelen, maar ja, dan zal er, denk ik, van, van twee kanten uh, veel water bij de wijn gedaan moeten worden. En, en ja, als je ziet wat ze hier opgebouwd hebben, het verschil tussen de UMB en de PWA is dat hier. Werken ze enkel met professionals? In de UMB werken ze met vrijwilligers. En enkel sponsors in de biljartindustrie. Hier heb je bijna alleen sponsors buiten de biljartindustrie. En ik denk dat je alleen maar kan groeien met sponsors buiten de biljartindustrie. En, en de UMB zal, denk ik, Zolang als de UMB niet gaat werken met professionals. Uh, vrees ik dat ze, dat ze niet nie de stap kunnen zetten naar, naar het professionele. En, en Ze doen het goed, hè, maar ze niet vergeten het geld dat in de UMB is, komt ook van Korea. Komt van hier van 5 en six. Die, die brengen het geld in Europa. Dus, ik hoop het dat er ooit een akkoord komt en dat wij nog terug samen kunnen spelen. Maar ja, dan moet er, denk ik, veel veranderen. Dus ja, we zullen zien wat de toekomst brengt. Ik hoop het wel, want ik zou nog graag in Europa spelen. Dat is uiteraard plezant. En, en waarom niet ook. Het, het probleem is ook ik, ik, het begin dat de PWA gestart is. Ik vind het jammer dat de spelers toen niet het lef gehad hebben van te zeggen, wacht, er komen grote toernooien met grote prijzengelden. Ik denk dat iedereen erop zit te wachten, op zoiets. Volgens mij had de UMB moeten met de armen openstaan en zeggen van, we hebben iemand gevonden die de sport professioneel en groot wil maken, een bedrijf. Maar ze hebben dat afgehouden en de spelers zelf, de topspelers, hadden moeten zeggen van, wacht. Wij willen ook uh, deelnemen aan die toernooien waar dat veel prijzengeld is. Als de topspelers dat toen gezegd hadden, ben ik zeker dat er een akkoord gekomen was. Maar de meeste topspelers vonden het goed als umb speler in de top 14 beschermd. Uh, ze, ze maken zelf de regels. <laughs> En ze zijn beschermd in de top 14, ze moeten enkel bij de laatste 32 beginnen, dus ze hebben hun reizen betaald, ze hebben hun, 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 uh, hun hotel betaald altijd, ze hebben een, een garantie ieder toernooi. Dus voor hen was er geen reden, denk ik, voor, uh, maar als je, als je aan het biljartgedeelte denkt, dan, dan was het misschien een goede stap geweest van te zeggen van zoek maar een akkoord, wij willen ook deelnemen hier en... en Maak een akkoord, door is een akkoord te vinden, dat je, hoe moet ik zeggen, dat je een... een uh, Lekker in het tennis bijvoorbeeld, Daar speelden ze, vandaag speelde Federer, die speelde in Japan een toernooi, en Nadal die speelde op dezelfde dag een, een toernooi in Amerika. Maar, de Grand Slams, speelt iedereen. Zoiets hadden ze kunnen vinden, dat ze, niet verplichten van iedereen overal te laten spelen. Zoiets moet toch te vinden zijn. Zo'n zo concept. Maar ja, dan moet er water bij de wijn gedaan worden, denk ik. Dus ik denk dat mijn toekomst hier in Korea ligt momenteel. Zolang als er geen akkoord komt met de UMB. Uh, ik voel mij goed hier. Ik, ik, ik voel me gewaardeerd. Ik, ik, uh, ik ben gelukkig hier, en ik denk dat uh, onze sport hier een, een goede evolutie maakt. En als professional. Ik, ik zie mijn toekomst hier in Korea, sowieso. Ja. Uh, nee, ja, ik, uh, ik wil eigenlijk uh, iedereen bedanken die mij die mij gesteund heeft in mijn ontwikkeling, in mijn. Uh, in mijn project dat ik nu aan het doen ben. Uh, vooral ook mijn vrouw die mij, die mij zo ondersteunt en die met mij, uh, die eigenlijk haar leven opgeofferd heeft voor, voor mij te volgen. Uh, mijn kinderen die thuis zijn, uh, die, dat, uh, ja, die dat mij ook heel vaak moeten missen, maar die mij ja, dat ook wel gunnen en die begrijpen wat de reden is dat ik hier ben. Dus uh, ja, uh, dat is een beetje. Mijn ouders uh, en mijn moeder dan, die, die, die enkel nog, uh, nog leeft, uh, die, die in België is, die, die ook weet dat ik nu hier veel ben. Uh, ja, allemaal bedankt voor mij te steunen. En, uh, en voilà, dus, uh, ik, uh, ja, ik zal proberen dit nog verder uit te bouwen naar, naar mooie successen. En uh, bedankt in ieder geval voor uh, dit toe te laten aan mij.